Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik zit vandaag op Cold PvP, de Kipmap server. En ik speel altijd deze server. En ik ga morgen ook live op deze server. En ik wil jullie alles eventjes vertellen. Ik mag een Cold Plus rank weggeven, dus drop alsjeblieft een like en abonneer op mijn kanaal. En join mijn Discord, de link staat in de beschrijving. En wees morgen ook 8 uur. Dus wees morgen om 8 uur, ik moest het even navragen, op de Kipmap SO2. En deze server is echt heel vet, want je hebt allemaal nieuwe dingen. Dit vind ik eigenlijk de beste Kipmap server die er bestaat. En daarom ben ik ook met ze gepartnerd. Dus ja, ik ga jullie alles eventjes snel uitleggen. En ik ben morgen ook live, dus drop een like op deze video. Oké, mensen, de stappen zijn like, abonneer, join mijn Discord en comment je IGN om die rank te kunnen winnen. Er zijn veel kleine events op de server, maar ook veel grote. Elke dag sowieso om 8 uur. Er is ook een F-top en zoals je hier achter me ziet, de nummer 1. De F-top krijgt 25 PayPal, de top kills, Bycraft en score en top build. Dus kan je ook een goede base bouwen, dan krijg je ook gewoon Bycraft. Dat is best wel nice voor de bouwers. De lengte van de map is altijd 2 weken, dus dat is eigenlijk genoeg. En daarna wordt het gewoon weer gereset en dan begin je weer helemaal opnieuw. Dus het wordt niet echt saai, want het reset best vaak om de 2 weken. En 2 weken vind ik ook niet te lang, ook niet te kort. Dus het is echt de perfecte lengte voor een map size. Er kunnen 15 mensen in een faction. Dus het kunnen echt hele grote teamfights worden. Dat is best wel vet. Wil je trouwens mijn faction joinen? De upgrade Discord staat in de beschrijving. Ja, er is vooral spawn PvP, base PvP. En je kan ook gewoon teamfighten met de ability items die er op de server zijn. Er zijn heel veel crates, dus wees ook bij de SO2, dat is mijn grootste tip voor jullie. Want er komen altijd wel keyhauls, deze owner die hier is. Hallo owner! Keyhauls aan SOTW. Ja jongens, dat zijn de enigste woorden in het Nederlands die hij kent. Maar hij is Engels, dus ja, GG's. Oké mensen, dit zijn dus alle ability items op de server. Het zijn er echt heel veel. Oeh, Gerlof Ninja Track boys, iedereen. Zorg dat je die krijgt, want dan kom je meteen. Als je iemand, als een enemy jou slaat, dus stel je zit in een 1v1, dan, en je gebruikt die star, dan teleporteer je naar hem toe. Dus dat is echt gewoon een anti-trap item. Dat is echt super nice. Kijk hier, jongens, hier is het parcours. Dus hier kan je parcouren. Gewoon, hier wordt soms ook gewoon grappige events gehouden. Dus wil je parcours skills verbeteren. Hier kan je lekker parcouren. Jongens, er is ook een player top. Dat is P een top. Nou ja, dat zie je. Dit is een punish systeem. Oké, boys, er is ook een player score. Hier zie je de top player scores. Dus ja, zorg dat je kills krijgt. Zorg dat je veel aanwezig bent op de server. En dan kun je in de top 10 komen. Ik heb een 7 voor mijn naam. Maar de server is nog niet eens open. Dus dat zal ik vast niet halen. Tenzij ik heel erg no life ben. Maar dan krijg je dus een tot hashtag 10 gaat het. Dus dat is best wel vet. Oké jongens, er is dus ook een F-top. Nou, dat is vooral al echt gebaseerd aan XP. Dus wees veel op de server. Zorg dat je XP earnt door kills te pakken en al dat soort dingen. Oké jongens, dit zijn de G-kits. Elke G-kit heeft ook een eigen speciale item. Dus ik ga naar de Easter kit. Die heeft dus een Easter egg. Dat is best wel cool. Die heeft ook allemaal eggs en zo. Nou, laat ik nog een G-kit pakken, de Valentijn. Die heeft ook een Dare Key, dat is Easter Key. Een Dali, Talibo. Dus als je die boog schiet en bij de arrow landt, word je naartoe geteleport. Dus jongens, als je G-kits wil, dan kan je ze kopen in de store. Alleen als je dat wil. Of je wint natuurlijk die rank, Gold Plus. Hey. Jongens, deze server is niet pay to win, want je kan alleen Protection 3 krijgen uit Event en God Keys. Dus ja, je kan gewoon prima vechten tegen iedereen. Je hebt allemaal dezelfde Protection, alleen er zijn gewoon heel veel partner items. En ja, zoals ik al zei, wees op de SO2, want je krijgt allemaal keyhauls. En ik geef ook keys weg in de stream, dus wil je gekke keys krijgen, check dus ook mijn stream, want ik ben live. Nou ja jongens, wat nog meer niet pay to win is gewoon playtime. Je kunt allemaal rewards krijgen. Je hebt ook quests. Dat is ook heel ziek. Daarmee kan je ook rewards krijgen. Dus ja, doe dat ook zeker. Deze server is echt niet pay to win. Ze geven heel erg om de community. Ze luisteren ook naar de community. Dus daarom ben ik ook echt goed gepartnerd met deze server. Ik heb veel leuke deals met ze.
En daarmee supporten ze mij en daarmee support ik hun. Dus het is een hele leuke samenwerking. En ja, deze server heeft het goed op orde, dus dat is gewoon helemaal top. Alright mensen, wat ik nu krijg zijn de lootboxes. Je hebt Easter lootbox, Gold lootbox en Ability. Nou, laten we eerst Ability doen. Dus als je zo'n lootbox krijgt, krijg je alles wat hier te zien is. Dus let maar op, boys. Dit is een Ability lootbox. En dan krijg je dat in één keer in je inf. Fucking sick. Dit is een Gold lootbox. En dit is een Easter. Oh nee, moet ik even mee wachten. Dus ja, hier zie je alles wat om me heen gaat. Dat krijg ik. En het wordt steeds random. En in één keer. Bang. Oké, boys. Ik krijg nog wat meer. Ik heb een partner package. Dus dan krijg je allemaal partner stuff. Je hebt gold. Dus krijg je daar spullen van. En je hebt Easter keys. Dus die kan je gewoon openen bij de crates. En dan krijg je dit. En wat heb ik gekregen? Oh, dat moet nog. Gerlof has one gold ability. Dus ja, dan krijg je daar gewoon een ability van. Je hebt ook slash stats. Dus je kan zien je kills, deaths, balance, faction, token, score, killstreak en best killstreak. En dat kan je ook bij een andere speler doen om hem een beetje in de gaten te houden. Dus ja, het is een best wel advanced stats. Dus je kan goed kijken wat je allemaal hebt. Jongens, je kunt ook slash F filter doen. En dan zie je hier, dan kun je sorteren op hoogste members online, laagste members online. Hoogste DTR, laatste DTR. Dus als je iemand wil raidable maken of een faction wil zoeken die wat minder man online heeft of juist veel, dan kan je slash F filter gebruiken. Heel handig. Jongens, er zijn ook payouts. Dat heb ik jullie al verteld. Als je 25 euro PayPal winnen, moet je de F top halen en anders krijg je een Bycraft voor de beste build, de beste score, de beste kills en ja, de F top natuurlijk. Oké, okay, slash beacons. Oeh, ik krijg ook haste beacons. Oké, jongens, je kan beacons ook kopen. En die kan je dan neerzetten. En dan krijg je resistance beacons. Upgrade. Create factor. Oh, upgrade. Upgrade. Dus jongens, dan heb ik permanent resistance. Hier ook. Dit is de haste. Oké, okay. Dus ik heb nu ook haste. Dit is echt heel nice. En right click. Upgrade. Oh, je kan een radius ook upgraden. En voor faction members only, dan heb je 2 extra haste beacons al nodig. En dan krijg je, ja, nu krijgt iedereen het. En anders krijgt alleen je faction het. Dus dat is wel heel chill. Er is ook een slash events. Je kan heel duidelijk zien wat voor events er zijn en wat je eruit kan winnen. Dus dit zijn allemaal kleine events. Er wordt elke dag meerdere van gehouden, zodat het niet saai wordt. Alright boys, dit is ook een slash schedule. Hier zie je wat er allemaal te doen is elke dag. Een steep slash schedule en er zijn echt meerdere events. Dus stel je moet 's ochtends werken en je kan alleen 's avonds of andersom. Dan, dan kan je gewoon kijken welk event je wel mee kan doen. En er zijn ook KL's worden aangekondigd. Custom events en de algemene COD events. Dus genoeg events. Oké, boys, je hebt ook heel veel classes op de server. Laten we eerst Skid Smasher pakken. De owner gaat uitleggen wat hij moet doen. Wow, what the fuck. Oh, quickie. Oké, jongens, de volgende class is Scout. Met de fishing rod kan je jezelf omhoog trekken. Dus ja. Oké, boys, dat is dus de Kid Scout. Je dropt je rod. Zo. En je kunt omhoog gaan. En dan kun je fighten. Oh, quickie. Oké, boys, dit is de Kid Hulk. Oké, je kan dus letterlijk iemand op je hoofd nemen en je kan hem gewoon uitkritten op je hoofd. Dat is OP. Wat? Kid Hulk is insane. Jongens, ik ben nu in de Ninja Kit. Met deze kit kan je double jumpen. Dus je kan meteen mensen inhalen. Meteen mensen in een faller slaan. Oh. Oh, no.
Oh! GG's. Okay, boys, this is the Kid Phantom. Wow. En dan eens even kijken of ik hem op die fiets de owner. En nou, ik ben op cooldown. Ik ben op cooldown. Alright, nou ja, die wand is nog op cooldown, dus je moet het wel goed gebruiken. Maar ja. Laten we nu naar de store toe gaan. En dan ga ik jullie nog even de store laten zien. Oké, mensen, het is 10% extra. Dus als je de code Gerlof gebruikt, en er is ook een korting op hun store. Dus laten we even gaan naar ranks. En ja, stel je koopt een cold rank. Nou ja, die is dan momenteel €62. Dan druk je hier op. Nou, typ ik wel even in het team. Ter Schuren, gewoon een random item die ik ken. Ja. Dan doe je hier de code Gerlof. En dan krijg je 10% extra korting. En dan is de rank in één keer zoveel. En mocht er ook nog een sale zijn op hun server, dan gaat die sale er ook nog eens af. Dus dat is echt super chill. Dus gebruik natuurlijk de code Gerlof. Het werkt op alles. Alles wat ze hebben. Dus stel je wil G-Kids kopen, keys, dan kan je ook gewoon de code Gerlof gebruiken. Het scheelt jouw geld en het spoort mij. Dus hey, gewoon een tip voor jullie. En drop natuurlijk een like op deze video. Abonneer op mijn kanaal en join mijn Discord om een cold rank te winnen. Ik bedoel cold plus. Cold plus, ik laat jullie ook even meteen zien wat die doet. Ga naar ranks, cold plus. Dit is allemaal wat cold plus kan. Je kan jezelf voordoen als iemand anders. Chat cooldown bypass. Ja, dit kan je allemaal kitmap. Holy shit, je kan er echt super veel doen. Ook op HF heb je echt een allemaal kits, allemaal G-kits, allemaal reclaims, keys. Lees het allemaal door in de store. Dit is wat je allemaal kan als je de rank wint. En ja, bedankt voor het kijken. Adios en goodbye.